Ja, dit is Rick Koekoek. Jij bent een trialbiker. Je hebt het wereldrecord Bunny Hub in handen. Dat is hoog springen met de fiets. En zometeen gaan we zien hoe dat in zijn werk gaat. Daar gaat deze masterclass over. Ja. Maar eerst trialbiken. Wat is dat precies? Bike trial. Van punt A naar punt B. Over obstakels. En je mag handen en voeten niet van de fiets af. Dat is het eigenlijk. En dan wie het snelst is? Nee, je hebt een totale rijtijd zeg maar, per proef, normaal gesproken. En dat is 2 minuten. Ja. Dus ja. Jij behoort tot de wereldtop, hè? Ja. Wat is de hoogste notering die je ooit gehaald hebt? Wat is de beste prestatie? Tweede in de world ranking. Oké. Okay. Ja. Ja. Het lijkt een beetje op BMX, maar de fiets is net wat anders, hè? Klopt. De meeste mensen zien direct dat er geen zadel op zit. Ja, volgens mij nog niet opgevallen, maar ik zie het nu inderdaad. Ja, nee, hierdoor kun je zeg maar meer hoogte maken. Dus als je springt, heb je meer vrijheid en kun je makkelijker bewegen. Ja, is het een grote sport? Nee, het is relatief klein en heel jong nog. Dus, Ja. Dus je verwacht het niet snel op de Olympische Spelen? Nee, we zijn in Londen ervoor bezig geweest. En we zaten bij de laatste 3, maar helaas ja, niet onderdeel van geworden. Nee, kan je hiervan leven? Ja. Dus, en gewoon creatief dan? Zijn. Heel creatief zijn, veel shows doen. Ik doe heel veel workshops. En dat is eigenlijk. Daarnaast heb ik nog A-status. A-status? A-status hebben dat wel. Ondanks dat het niet Olympisch is. Nee. Want dit ding is ook voor je. Dat heb jij ook meegenomen. Dus je houdt veel van dit soort shows. Ja, heel veel. Terwijl dat is niet de sport. Want de sport gaat puur echt om de snelheid, toch? Nou, de sport zelf is echt puur beheersing over je lichaam en over de fiets. Dus het gaat juist niet om de snelheid. Volgens mij zie je de beelden op de achtergrond ook al voorbij komen. De meest gekke dingen kun je verzinnen eigenlijk, gewoon qua hoogtes en afstanden. Het is niet BMX, zeg maar. Nee. Dus ja, het gaat echt puur om beheersing. En hoe krijg je dan punten of hoe werkt het? Nou ja, dus scores worden zeg maar bij ons bijgehouden en we moeten zeg maar een parcours afleggen. De meest gekke sprongen doen. Als je er vanaf valt, zeg maar, krijg je punten voor. En wanneer je voet op de grond zet, krijg je punten. Dus je probeert zo laag mogelijk in je punten te blijven. Degene die met de laagste score wint. Ja. Ingewikkelder is het niet. Misschien klinkt nu een beetje truttig, maar het ziet er vrij gevaarlijk uit. Is dat zo? Ja. Oh, nou ja. Ik moet er ook aan denken, ik ben vanochtend van het skateboard gevallen. Ja, dat hoor ik. Ja, dat is van mijn zoontje. Ja. Heel ontzettend veel pijn. Maar op zo'n ding kan je ook verschrikkelijk vallen. Dus een skateboard die glijdt tenminste nog weg, maar hier kan je ook. Ja, klopt. Begin van het jaar heb ik een klein foutje gemaakt. En dan brak ik direct mijn rib, zeg maar. Doordat ik een zijkant van het stuur erin kreeg. Oh. Maar goed, ja, dat is een klein detail. Dat hoort erbij. Klein detail. Ja. Het kriebelde een beetje. Ja, je voelt het, ja. Maar ik zag je ook, dit is op hoogtes. Dat als je valt, ben je gewoon bijna dood. Ja, hier heb je echt geen keuze, zeg maar. Dit moet echt gewoon maximaal gefocust zijn met één ding bezig zijn. En heel simpel. Wanneer je daar een fout maakt, is het direct gedaan. Ja. Dus, ja. Waarom doe je dat? Iedereen vergeet eigenlijk dat ik als klein mannetje op een stoeprand begon. Of ben begonnen, zeg maar. Toen aan een trapje of een bankje. En dat bouw je uit. En op een gegeven moment kom je bepaalde dingen uit, zeg maar. Zoals dit is meer een mentale barricade waar je tegenaan komt. En dat vind ik juist het mooie binnen mijn sport, zeg maar. Om het mentale vlak goed te kunnen beheersen. Dus en op een gegeven moment. Je moet in de ogen kijken, maar toch de beheersing hebben. Ja, oké. Okay. Nou, als je er nu zo naar kijkt, dan zou het dood in de ogen kijken zijn. Maar wanneer jij daar bezig bent op zo'n hoge rots. En als je daarover nadenkt. Serieus, dan moet je daar niet zijn. Nee. Dat is echt het allerlaatste wat je moet doen. Dus ja, echt serieus, hier en nu, gewoon in dit moment, zeg maar. Ja, wel mooi. En dat is de kunst op zich. En dat is natuurlijk wat je in wedstrijden, en met iedere sport is dat zo. Dat is het meest ideale punt waar je kunt zitten. Ja. En voor mij is dit een hele goede beproeving. En vooral ook omdat ik juist dit een leuke trigger vind en heel prachtig vind om te doen. Kan je nog wat laten zien? Nou, tuurlijk. Want het over lullen is één, maar ernaar kijken is natuurlijk het allerleukste. Ja, zeker. Kan ik iets doen? Ja. Oh, dat was eigenlijk een grapje. We gaan gebruik maken van deze tafel. Hou die achterkant even stevig vast. Oké.
Dames en heren, wat denken jullie? In één keer uit de stilstand hier bovenop springen. Ja, we zijn echt niet overtuigd ook geworden, hè? We vinden het allemaal wel best. Oké. Okay. Ik vrees dat je het kan. Ja, denk je? Oké. Okay. Nou. Oeh. Niet verkeerd, hè? Nou. Dat is dus de bunny hop. Ja. Ja. Dat is de bunny hop. Nou, dit is zeg maar een side hop. Dat is een variant. Een bunny hop is voorwaarts. Dus okay. Dat kan ook wel. Maar dan moet je serieus die tafel tegenhouden. Oké. Okay. Vloer is glad. En dan kun je die nieuwe spieren van jou gebruiken. Ja, de anabolen zijn helaas uitgewerkt. Meen je dit? Is het gevaarlijk wat ik doe? Ja, best wel. Oh, oké, okay, fijn. Ja. Nee, dat is top. Ja, je glijdt echt wel. Dus als je... Ja, oh, ik ben echt goed? Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, het lukt wel. Komt voor. Ja, het lukt wel. Ik kijk gewoon niet. Oké. Oké, okay, doe maar. Oké, okay, ik doe mijn best, oké? Okay? Oh, ik vind het echt heel eng. Oké. Okay. Yeah. Komt-ie. Niet schrikken. Oh. Ik heb niks gezien. Yes. Ja. Het wereldrecord, ja. Dat heb jij nog steeds in handen. Ja. En we hebben een heel mooi filmpje van toen jij dat wereldrecord haalde. Laten we even naar kijken. Fuck you! Wat zeg je nou? Fuck you? Nee, fuck yeah. Not oh, yeah. Fuck you. Fuck yeah! Ik was een beetje enthousiast, zeg maar. Ja, 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 ja. Toch wel. Hij staat nog steeds? Hoe lang staat hij al? Ik heb hem in 2014 gezet. Oh. En ze hebben meerdere malen geprobeerd al te verbreken. Alleen zijn ze niet ingeslaagd, zeg nee, maar. Nee, maar het gaat een keer gebeuren. Tuurlijk. Ga jij dan nog weer hoog springen? Tuurlijk. Succes daarmee. Dankjewel. Hey, dankjewel. Dankjewel.